Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Je kunt ook hieronder aan de video een bedankje sturen als je mij een cadeautje wilt sturen, omdat je blij bent met wat ik allemaal maak. En daar wil ik jullie enorm voor bedanken. Bedankt voor de mooie, lieve cadeautjes. Ik ben er heel erg blij mee. Jullie steunen mij enorm en de liefde. En nou ja, er gaat nog heel veel moois allemaal van mij komen. Want ik heb zoveel te vertellen. En je raakt natuurlijk nooit uitgeleerd. En gelukkig ook maar, als zou het leven saai zijn. Dus het is heerlijk. En we zijn aangekomen bij redevoering 15 van Saint-Germain. Want ja, vandaag is het weer donderdag. En dan ga ik verder met een prachtige redevoering. Nou, redevoering 15, Saint-Germain. 21 november 1932. Aanroeping. Machtige, overwinnende tegenwoordigheid. U bent overal de majesteit, ik ben. Wij loven en danken u, omdat uw machtige tegenwoordigheid alomtegenwoordig is. En omdat uw alles doordringende energie en kracht steeds klaarstaan op de drempel van ons bewustzijn. Zodat wij dit altijd bewust zouden richten om uw buitengewone volmaaktheid te verwezenlijken. Wij loven en danken u voor uw machtige tegenwoordigheid. Ik groet u vanwege de grote opgevaren meesters, die u steeds helpen om volmaaktheid te verwezenlijken. Redevoering. Vanuit de glorierijke volheid van Gods alomtegenwoordige licht en substantie ontstaat de volmaaktheid van alles. De student die sterk en standvastig genoeg is om zelfstandig in zijn of haar machtige ik-ben-tegenwoordigheid te staan en die zich geen ogenblik van de goddelijke tegenwoordigheid en kracht afscheidt, zal merken dat hij of zij gestadig groeit naar de machtige volmaaktheid. Voorgoed bevrijd van elk gevoel of erkenning van enige beperking. De student die zichzelf onverdeeld kan handhaven in deze machtige tegenwoordigheid, is werkelijk gelukkig ten bate van sommige studenten die zeer oprecht zijn, maar die tot nu toe onwetend toestaan dat hun aandacht weerhouden wordt van deze onverdeelde tegenwoordigheid. Wens ik bepaalde feiten te verklaren, zonder dat ik mij wil inmengen in de vrije wil van de persoon. De verhalen die ik zal aanhalen zijn in ons bezit en ze handelen over de voorbije 100 jaar. Vandaag wens ik te spreken over de zinsgoocheling van astrologie. Geen levend wezen kan aandacht schenken aan astrologie en tegelijkertijd binnentreden in de tegenwoordigheid van de ik ben. En zich daar handhaven. Het menselijke verlangen en de gelegenheid om de materiële wensen te rechtvaardigen en te bevredigen, liggen ten grondslag aan het huidige gebruik van astrologie. Laat mij hier een verbijsterend feit aanhalen, dat beschreven staat in de verslagen die wij bezitten. Geen enkele wetenschap of studie veroorzaakt meer mislukking of indirecte moord dan de huidige zinsbegoocheling van astrologie. Het heeft te maken dus met slechte voorspellingen. Omdat mensen continu bezig zijn met slechte voorspellingen. Dus rampen voorspellen, klimaatverandering, kujonen, kijk uit voor dit, kijk uit voor zus. Ga naar de dokter en de dokter vertelt je hebt nog maar 3 maanden te leven. Of je hebt dit, of je hebt zus, of je hebt zo. Het zijn negatieve voorspellingen. Dat is wat je de dood indrijft. Hè? Want je hebt dan geloof daarin. En ja, geloof is het bergen. Dus daarom staat er ook overal, hè, laat je niet inmengen met mensen die negatief zijn, die negatieve voorspellingen doen. En dat is eigenlijk wat de media continu doet. Maar wat eigenlijk van alles nog wat, het weerbericht alleen al. Of het klimaatgedoe, weet je wel. Dat zegt al over negatieve voorspellingen. Oorlogen, angst voor oorlogen, angst voor rampen. Nou, ga zo maar door eigenlijk. En heel veel religies ook hoor, die alleen maar met rampen bezig zijn. Eigenlijk met voorspellingen dat het nog erger moet gaan worden. Nou ja, dat roepen mensen dus allemaal op zichzelf af.
Enkele jaren geleden was er in uw stad Chicago een uitmuntende student in metafysica. Doordat hij bewust het waanidee van zijn horoscoop aannam, werd hij tot zelfmoord gedreven. Nou, inderdaad, er zijn ook mensen die dus echt heel veel waarde hechten aan horoscopen. Oh, vandaag staat er in horoscoop dat ik dit en dat zal meemaken. Of dat ik in de toekomst dit en dat mee zal meemaken. Of kijk uit voor verkeerde vrienden of bla bla bla. Ga zo door. Of dat sommige mensen denken, ja, ik ben, weet ik veel, ik zeg maar wat, schorpioen. En schorpioenen zijn op die en die manier. Of dat zogenaamd het karakter vaststaat aan je geboortedag. En dat is dus echt niet zo. Ja, en omdat mensen er allemaal zo mee bezig zijn, dan denken ze dus ook altijd dat er gelijkenissen zijn. Ja, maar echt hoor, ik heb iemand die ken ik en die is tweeling en die heeft dubbele gezichten. Of ik ken echt iemand die is vissen en die zijn inderdaad als een vis in het water en die kunnen achterdochtig zijn of zo, weet ik veel wat. Dat soort dingen worden er dan gezegd, weet je wel. Of een ram, hè, die slaat zich overal doorheen. Of, nee. Dus mensen hebben best wel een hele houvast aan wat ze denken aan een horoscoop. Hè? En dat is dus niet waar. We zijn gewoon, we zitten in een universum. In het oneindige universum waar geen tijd heerst. Waar geen dagen bestaan. Waar alleen maar cyclussen zijn. Waar gewoon een dag en een nacht is. En in sommige landen heb je soms 6 maanden dag en soms 6 maanden licht. Dus het zegt helemaal niets. Je bent niet een horoscoop. Je bent een mens van vlees en bloed. En je hebt al zoveel levens gehad. Dus jouw karakter is niet iets wat blijvend is of wat standvastig is, zeg maar. Dat is, je bent een acteur in je eigen leven. Je kan zijn wie je wil zijn. En dat heeft dus niets met een horoscoop te maken of met de dag waarop je geboren bent. Het enige wat de mensheid en vooral de studenten het meeste nodig heeft, is de stevige rots en het bewustzijn van de machtige ik ben tegenwoordigheid. Hierop is men veilig en vrij van de valstrikken van menselijke verzinsels. Dus ook veel bijgeloof, hè? Enorm veel bijgeloof. Studenten hoeven geen rekening te houden met negatieve doodsvoorspellingen en de zogenaamde noodlottige invloed die de sterren op hen heeft. Die zij moeten overwinnen. Ja, dus dat is echt, daar moet je echt, ga ook niet naar mensen die negatieve voorspellingen doen. Ja, kijk, wij leggen zelf kaarten, ja, wat al 500 jaar bij ons in de familie zit. En wij voorspellen nooit dat soort dingen, omdat je de waarheid weet. Ja, dus je kan ook een dood niet voorspellen. Of dat soort dingen. Ja, tenzij diegene daarin gelooft. Maar wij geloven niet in een dood, want dan ben je al ver bovenuit gestegen. Als ik dat zou voorspellen, dan zou ik mijn eigen wetten en de wet van de kosmos verloochenen. En de mensen die dat wel doen, die doen dat om jou te willen binden aan hun. Ja, die willen zich binden of die hebben misschien bepaalde kruis of olie of weet ik het wel. Of een of andere workshop of cursus die ze dan aanbieden, zodat je er zogenaamd van vanaf gaat komen, want ze kunnen je dan wel helpen. Nou, trap daar niet in. Ja. En dat is hetzelfde ook bij artsen, hè, jongens. De arts is precies zo. Dus ze spelen allemaal de rol van de voorspeller. Nou, ze voorspellen dit. En de mens gaat er ook, hé, hoeveel dagen denk je nog dat ik heb? Dus ze leggen ook hun leven in andermans handen. Terwijl je zelf de baas bent, jij bepaalt. De onoverwinnelijke, alles doordringende ik ben tegenwoordigheid is het enige en allesomvattende leven van hun wezen. Waarop ze hun aandacht moeten richten en stevig gevestigd houden. In de ik ben tegenwoordigheid is er geen hoogte die de student niet kan bereiken. Maar wanneer hij zijn aandacht vestigt op astrologie, numerologie en de vele hedendaagse leringen en praktijken, is er geen diepte die hij niet kan bereiken. Ja, gaat dus helemaal omlaag, want je legt je geloof in dingen die buiten jezelf zijn. Verzinsels, dat soort dingen. Het huidige gebruik, dus New Age ook, hè? Het huidige gebruik van astrologie lijkt helemaal niet meer op de astrologie zoals men ze eeuwen geleden gebruikte. Toen deelde men geen enkele negatieve toestand mee. Precies, en zo hoort het. Zo hoort het. Het grote nadeel van de aandacht hierop te vestigen is dat de studenten de negatieve toestanden
veel meer aanvaarden dan ze willen toegeven. Ja, ze zijn echt. Mensen zijn er toch bang voor dat ze negatieve dingen zijn. Zoals, zoals ze roepen wat er allemaal wel niet met de planeet gaat gebeuren. Oh, er komt een chip aan, er komt dit aan, er komt zus aan. En dat zeg ik er ook altijd bij. Voor de mensen die weten, geldt deze dingen niet. Voor de mensen die daarin geloven, ja, dan bestaan ze. Want je geloof is het bergen. De onheilspellende negatieve kracht die de mens op aarde ontwikkeld heeft, maakt altijd gebruik van zulke toestanden om de aandacht te krijgen en te behouden. Voornamelijk de aandacht van de student die vorderingen maakt. Aldus houdt deze negatieve kracht de aandacht van de student gericht op datgene wat hem neerhaalt, in plaats van hem te verheffen. Nou, dat is precies zo. Wanneer een horoscoop de dood van iemand aangeeft, vestigen verschillende mensen hun aandacht op dit idee, zodat ze feit onrechtstreeks een moord begaan. Dit gebeurt zo subtiel dat mensen geschokt zouden zijn wanneer men hen erop attent maakt dat zij hierin een rol spelen. Nou, je wil niet weten. Ik heb echt soms mensen bij mij die dan 50, 52 of zo zijn. En dan zijn ze naar een baarzuster geweest toen ze zelf 12 of 13 waren. En die baarzuster heeft hun dan gezegd dat ze op hun 50ste of zo, dat ze dan dood zullen gaan in een ongeluk of weet ik veel wat. Een of ander ongeval mee zullen maken. En dat ze dan komen te overlijden. Die mensen zijn hun hele leven bang voor het jaartal dat ze 50 zouden gaan worden. Weet je, ik bedoel, dat is toch erg? Dat soort mensen, dat is toch vreselijk? Weet je, alleen al dat je erin gelooft, is natuurlijk al je eigen verantwoording. Alleen al de mensen die ook dat soort dingen zeggen, ben je gewoon echt net zo slecht als die gasten die met hun klimaatshit, ja, die dat soort dingen allemaal plannen en al die oorlogen voeren. Ik bedoel, je legt een oorlog af tegen de mens. En dan, kijk, je hebt natuurlijk ook mensen die dan zeggen, nou, alleen maar positief, dat kan ook niet. Weet je wel? Dus die willen ook negatieve dingen horen. Nou, van mij krijgen ze dat niet door, want ik geloof daar niet in. Het is mijn taak om de mensen juist op het positieve pad te brengen. Nou, en wat ook zo is, ik ben recht door zee. Dus als ik het ergens niet mee eens ben, dan hoor je het ook van mij. Ja, er zijn mensen die hier ook naar mijn YouTube filmpjes kijken of weet ik van wat. En ook mensen die me, nou ja, mensen die me kennen, die zeggen dat niet. Maar die weten hoe ik ben. Maar die zeggen dan van, ja, je bent altijd zo lief en onveroordelend. Ik zeg, nou nee, ik ben niet altijd lief en onveroordelend. Ja, als iets mij niet staat en als ik een mening over iets heb, ja, dan moet het gezegd worden. En weet je wat? Sommige mensen dragen nou eenmaal heftige entiteiten of demonen bij zich. Hè? Want dat zijn die stemmen die jou teisteren. En die moeten hard aangesproken worden. Als ze niet hard aangesproken worden, ja, dan gaat dat lampje niet branden. Ik heb tijdens die hele corona-uitbraak, ja, heb ik mensen heel heftig toegesproken. Ja, ik heb gezegd dat je gewoon knettergek bent als je doet. Ja, die short in je arm zetten. En dat ik gewoon geen contact meer met ze wil als ze dat doen. Ja, ik moest zo praten, anders kwam het niet tot bezinnen. En dan kan iemand wel zeggen, ja, je bent zo veroordeeld. Ik zeg, nou nee, weet je. Je hebt ook, weet je, stel je naar voren. Ik ga een rondje met mijn hond lopen. Ja, en ik kom een slang tegen, ja, in het park. En die slang die wil mij aanvallen. Nou, ik maak snel dat ik wegkom, ja, uit dat park als ik die slang zie. En als ik dan vrienden heb die dan tegen mij zouden zeggen op dat moment, want die kom ik dan tegen, van goh, ik ga een rondje door het park maken. En ik zou tegen hun zeggen van ja, tuurlijk, ga een rondje door het park en ik zal niks zeggen over die slang. Wat vind je dan van dat ik daar niks van zeg? Dan denk je, nou, je had het ook wel even tegen mij kunnen zeggen. Want dan zijn ze nu door het park heen, komen ze die slang tegen, zijn ze gebeten door die slang. En die slang, en hun komen dan terug naar mij van ja, ik was net een rondje het park, maar er was een slang. En als ik dan zeg van ja, dat klopt, die heb ik ook gezien, waarom heb je het niet naar mij verteld? Dan ben je toch geen vriendin? Ja, je bent toch geen goed mens als je iemand niet waarschuwt voor iets wat daar is. En dat heeft niks met negatieve voorspelling te maken, maar dat ze hebben met feiten te maken. Ja, dus als je daar bekend mee bent, wat is jouw ervaring, dan is het gewoon dat je iemand uit liefde, omdat je van diegene houdt, waarschuwt voor hetgeen. Ja, want je wil niet dat diegene ook in die val trapt. En er zijn ook heel veel mensen die dan zeggen, ja, maar ze hebben helemaal geen respect voor ons. Of ze verdiepen zich niet in wat wij vinden en wij denken. Maar hoe bedoel je, weet je? Jij komt uit dat
Milieu. Je bent ook zo opgevoed. Je wist precies wat ze denken en wat ze vinden en wat ze voelen. Ja? You've been there, done that. En nu is de taak dat je ze juist op een positief pad begeleidt. En dat je aangeeft van, goh, luister, als je zo en zo denkt, dan voel je je beter. Of dan kan je je beter voelen. Dus altijd lief en onveroordelend, nee, dat ben ik zeker niet. Ik ben oprecht, rechtvaardig en de waarheid is soms hard. En soms moeten mensen op die tonen aangesproken worden, anders gaat er hier geen knoppie om. Ik kan wel overal ja en naam op zeggen, maar dat is niet de bedoeling. Ja, althans, dat is niet hoe ik in het leven sta. Er zijn zat mensen die overal ja en naam op zeggen en die het allemaal maar best vinden, omdat ze vinden, ja, iedereen moet het ook maar zelf weten. Tuurlijk moet iedereen het uiteindelijk zelf weten, als diegene daar niet naar wil luisteren. Maar het is ook je eigen taak, als je echt van iemand houdt, om diegene inzicht te brengen of te geven, als je ziet dat diegene in de problemen zit of in de problemen geraakt, om daar toch je mening over te geven of je ervaring erover te delen. Ja, dat hoeft niet dwingend of dat hoeft niet zo. Soms wel, soms moet het dwingend, want anders verdwijnt zo'n entiteit bij diegene niet. Die continu zijn gedachten teistert en bang voor van alles en nog wat is. Dus nee, altijd lief en onveroordelend, dat ben ik niet. Ik ben rechtvaardig en ik probeer altijd het goede voor de ander te zeggen. En dat kan niet altijd. Dat kan niet altijd. Sommigen willen het niet horen, sommigen zijn het niet mee eens. Dat mag ook. Dat mag ook. Je mag het er ook. Je hoeft het er ook niet mee eens te zijn. Alleen, het helpt je wel om over dingen na te denken. Dus, nou, voornamelijk de aandacht van de student die vorderingen maakt. Ja, aldus houdt deze negatieve kracht de aandacht van de student gericht op datgene wat hem neerhaalt in plaats van hem te verheffen. Ja, wanneer een horoscoop de dood van iemand aangeeft, vestigen verschillende mensen hun aandacht op dit idee, zodat ze feitelijk onrechtstreeks een moord begaan. Dit gebeurt zo subtiel dat mensen geschokt zouden zijn wanneer men hen erop attent maakt dat zij hierin een rol spelen. Ik verzeker u echter dat dit ondanks al hun verwondering niet minder dan de waarheid is. Ja, ze spelen zelf de rol erin omdat ze erin geloven. En dan kan het dus zijn dat het gaat gebeuren omdat je je leven nou eenmaal zelf creëert. Indien de studenten astrologie gedurende één dag vanuit het grote innerlijke standpunt de destructieve kracht zouden kunnen zien die door de huidige toepassing van astrologie ontwikkeld en gebruikt wordt, dan zouden ze zich ervan afwenden, zoals van een giftige slang die op de loer ligt om een dodelijke beet toe te brengen. Oh my god, ik had het net over een slang. Wat grappig dit. Nou ja, goed, dus dan zie je maar weer. Het is precies zoals ik denk. En zo staat het hier ook in de boeken. En zo is het ook van als je naar de dokter gaat. Ik ken zat mensen die kerngezond waren. Ja, of nog steeds zijn, maar dus het loodje hebben gelegd uit angst. Want die gaan dan naar de dokter, hebben een of ander iets. Of voelen zich, of jaarlijkse keuring gaan ze dan naartoe. En ja, wat denk je uit zo'n jaarlijkse keuring? Komt natuurlijk 9 op de 10 keer altijd wel iets wat ze vinden. Waarom ga je überhaupt naar een lichamelijke keuring toe als je je goed voelt? Ik heb dat nooit gesnapt. Maar ja, uit angst, want dan kunnen ze er snel genoeg bij zijn. Nou goed, er was laatst weer iemand, een paar weken geleden, die is er ook naar zo'n keuring volgens mij gehad. Want die had niks over. Wat had hij nou? Last van zijn tanden of zo, weet ik veel. Infectie opgelopen, zoiets. Nou, in ieder geval, toen hebben ze dus al maar zijn bloed en alles nagekeken. Hij bleek ineens leukemie te hebben. Nou, hij was zo geschokt dat hij binnen 36... Nee, daar hebben ze gelijk chemo gegeven, geloof ik. En binnen 36 uur was hij overleden. Ja, weet je, de shock is zo erg, die angst voor de dood, dat iemand dan maar gelijk opgeeft. En die ziet zichzelf dan al in die doodskist liggen. Want dat is namelijk de brein die dan gelijk gaat werken. Oh, ik zie niet meer zitten. Je voelt je dan gelijk helemaal zwak. Je denkt, nou, ik ga het nooit meer redden. En die put eigenlijk al zijn energie op dat moment uit zijn lichaam. En die treedt uit. Die is zo bang voor de dood, dat hij eigenlijk de dood zo snel mogelijk creëert om het maar niet mee te maken, zeg maar zo. Nou goed. En ik ken ook zat mensen die echt kerngezond waren en te horen kregen uit het niets zomaar. Want ze hadden niks, zo'n jaarlijkse keuring, wat ik dus zeg.
Of die had last van uw knieën en er werd een of ander iets gezegd. En ze zijn binnen een no time zeg maar uitgetreden. Ja, dat is de angst. Dus dat zijn ook allemaal dingen. Ja, u heeft nog maar 3 maanden te leven. Of u heeft nog maar 3 weken. Ik ken ook heel veel mensen. Ja, in mijn werk kom ik natuurlijk heel veel mensen tegen. Waarvan dus gezegd is dat ze dus nog maar 3 maanden of 1 jaar te leven hebben. En die leven nu nog steeds. Omdat ze er niet in geloofden. Omdat ze gingen leven juist. Dus ze dachten, weet je, nu moet ik leven. De tijd is nu geslagen. Ik moet nu alles uit het leven halen wat erin zit. En die zijn eigenlijk hun hele ziekte vergeten. En die zijn helemaal opgeknapt. Die hebben alle ellende achter zich gelaten. En die hebben bijvoorbeeld hun bedrijven verkocht. Omdat ze al die lasten niet meer wilden. En de zorg die je allemaal moet dragen. En de stress die je allemaal hebt. En die zijn gewoon helemaal opgeknapt. Ik zeg u, beminde studenten, in naam van uw licht en uw vooruitgang en van alle vooruitgang, sta in uw eigen machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Laat uw aandacht niet vastgehouden of verdeeld worden door eender welke verleidelijke zaak. Indien u de spiraal van eindeloze reïncarnatie wenst te vermijden. Ja, en zelfmedelijden, we hebben er zat zelfmedelijden. Oh. Die dan graag ziek zijn, want dan krijgen ze uitkering. Of dan krijgen ze een invalide kaart. Of weet je. Dat zijn er ook zat hoor. Echt, ik ken ze. Vanuit de grote liefde van mijn hart. En terwijl ik zie en weet vanuit het innerlijke standpunt. Hetgeen u tot nu toe niet doet en niet kunt. Dring ik erop aan dat u alles vermijdt wat lijkt op negatieve uitdrukkingen of omstandigheden. Dan zult u zich op de vleugels van uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid verheffen, tot in de eeuwigdurende vrijheid en zegening van het volmaakte eeuwige grenzeloze licht. Zoals ik reeds zei, ik wil mij op geen enkele manier opdringen aan uw vrije wil, maar de poorten naar eeuwige vrijheid staan open voor u, indien u enkel maar de waarheid die ik tot uiting bracht zou willen geloven. Dit zal u in staat stellen door deze poorten binnen te treden en de eeuwige zegening van het licht, dat daar wacht om u te omhullen, te ontvangen. Dat is het ook, hè? Je kan alleen maar de deur laten zien, ja, maar degene moet er zelf doorheen lopen. En dat is wat ik in eerdere video's ook aangaf. Mensen zijn vaak te lui, omdat ze denken dat andere mensen het wel voor hen oplossen. Ja? En daarom verdwijnen veel profeten of mensen die iets kunnen, omdat ze niet willen dat er continu op hun geleund wordt, maar dat de mens zelf deze krachten kan ontwikkelen en dit zelf toepast. En ja, dat is gewoon een feit. Mensen denken gewoon dat een ander het maar oplost, dat de dokter het wel oplost, dat de plastischirurgie het oplost, of dat een of andere coach het wel oplost, of een of andere profeet het wel oplost, of dat, nou ja, ik geloof nu wel in God, want dan kom ik misschien in de hemel. Weet je, zo denken ook heel veel mensen. Dan kom ik in ieder geval in de hemel. Als ik Jezus volg, dan kom ik in de hemel. Natuurlijk, als je hem volgt, zijn de woorden. Want zijn naam is het woord. Ja. Hij is de verlossing. De verlossing is het woord. Ja, hoe je verlost moet worden. Je suis, Christus. Ik ben het licht. Ik ben het licht. Het staat er letterlijk. Ik ga jullie de Bijbel voorlezen. Hè, want ik ga het jullie vertellen hoe je het moet zien en hoe je het moet opvatten. Want het staat er gewoon. De feiten staan er onder je neus. En waar de fouten ook liggen. Hè? Hoe bepaalde dingen dus verkeerd geïnterpreteerd worden. Of hoe de vertalingen niet helemaal juist zijn overgebracht. Nou, indien er in uw leven, gezin of omgeving omstandigheden zijn waarvan u zich wenst te ontdoen, beveel dan door de Ik Ben tegenwoordigheid dat zij opgelost en verteerd worden in het aanschijn van haar machtige licht en kracht. Beminde studenten onder deze straling, wij zullen met u niet meer op dit onderwerp terugkomen. Mogen de Ik Ben tegenwoordigheid in u het u mogelijk maken het licht van de waarheid waarover ik sprak te zien. Ik heb in uw glorierijke licht gezien dat versneld kan worden tot een verblindende uitstraling en u de mogelijkheid biedt om volmaaktheid uit te drukken. Van hieruit, en omdat ik het zelf wil, heb ik u mijn nederige hulp aangeboden. Maar indien een persoon zijn aandacht blijft richten op alles, behalve de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, die naar mijn weten de machtigste en enige verheffende tegenwoordigheid en oplosser van alle problemen is,
dan zijn mijn nederige inspanningen noodzakelijke wijze te vergeefs geweest. Ik verzeker u, geliefde, u hebt een punt bereikt van waar u moet stijgen of dalen. Wanneer u aandacht en erkenning voortdurend gericht houdt op de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, dan kan geen enkele omstandigheid, kracht of tegenwoordigheid op aarde of in de hemel verhinderen dat u wonderlijk en glorievol de eeuwigdurende vrijheid en volmaaktheid bereikt. Indien u in uzelf niet het gevoel hebt dat u vertelt over de grote goddelijke liefde, die mij in staat stelt u deze waarheid voor uw bescherming door te geven, dan kunnen wij enkel maar de tijd afwachten dat de waarheid hiervan zich in u manifesteert. Wanneer studenten en anderen die over de machtige Ik Ben tegenwoordigheid geleerd hebben en deze erkend hebben, toelaten dat hun aandacht nog langer gericht blijft op wereldlijke zaken. Het maakt geen verschil of dit bewust of onbewust gebeurt. Dan keren zij opzettelijk hun rug naar de tegenwoordigheid, die de bron van hun wezen is en het leven in hemzelf. Ja, dat is gewoon zo. Ze proberen het 100.000 keer te vertellen. Weet je wel, je moet het zelf doen. En het is niet dat je iemand pusht of dwingt. Nee, de kennis moet wel voorhanden liggen. Als de kennis er niet is, kan iemand misschien ook niet leren. Ja, moet die helemaal tot zichzelf geïnspireerd raken. En of het moet op hun pad weer per ongeluk komen. Maar als het er niet is, dan zouden ze het niet zo snel kunnen leren. Dat is hetzelfde ook met kinderen. Als jij je kind dus niets leert, er zijn dus mensen die dan aan unschooling doen, ja, of aan niet straffen, niet belonen, of dat soort dingen. Het heeft niks met straffen of belonen te maken, hoor. Maar als jij je kind dus niet iets aanreikt, hoe gaat hij dat dan op den duur zelf een keer ontwikkelen? Hij zal veel beperkter zijn, of het zal veel langer duren voor dat kind, voordat hij er eindelijk eens achterkomt, of dat hij van zichzelf eens een keer denkt van, goh, het zit zo, of goh, kan ik dat ook doen, joh? Als een ouder dat niet aanreikt aan zijn kind, of degene of de verzorger waar dat kind op dat moment is, dan heeft het kind een langere weg te gaan voordat hij bepaalde dingen leert. Dus ja, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Dan moeten mensen zelf weten, iedereen heeft zijn eigen opvoeding en zijn eigen dingen. Maar ik vind wel dat je je kind iets moet aanreiken en dat hij dan zelf daarop ingaat van, goh, wat leuk, of hè, doe allerlei soorten sporten met je kind, of die er zijn. Of laat hem allerlei soorten sporten doen, zodat hij erachter kan komen wat hij leuk vindt. Of laat hem allerlei soorten, weet ik veel, allerlei soorten studies zien. Of wat er allemaal is op deze planeet. Wat voor kennis is er allemaal beschikbaar? Laat hem daarmee bekend of haar bekend worden. Dat hen in staat stelt hun lichaam te bewegen. Ik verklaar met al de liefde van mijn wezen. Ik ben de tegenwoordigheid die het u mogelijk maakt deze waarheid te zien, te voelen, trouw te blijven en te ervaren omwille van uw eigen wonderlijke vooruitgang. Diegenen die standvastig genoeg vasthouden aan deze machtige tegenwoordigheid, zullen hiervan overvloedig bewijs krijgen door hun ervaringen van haar grenzeloze macht en intelligentie. Beminde studenten, vele opgevaren meesters strekken hun handen naar u uit om u hun bijstand te verlenen. Wanneer u uw onverdeelde aandacht kunt gericht houden op de actieve tegenwoordigheid van God in u, en wanneer u onverzettelijk blijft voor de verleiding van alle wereldlijke verschijnselen. Waarheid is machtig en zegevierd. Mogen u ten alle tijde deze koninklijke tegenwoordigheid voelen. De student vergist zich wanneer hij zich teleurgesteld voelt, omdat een bepaalde zaak waaraan hij gewerkt heeft niet onmiddellijk verwezenlijk wordt, omdat hij tot dan toe niet genoeg kracht en bedrijvigheid ontwikkeld heeft om dit zo snel te realiseren. De aandacht moet steeds uitsluitend gericht zijn op de Ik Ben. Ja, ik hier. Veronderstel dat ik zou verklaren, ik ben de machtige Ik Ben tegenwoordigheid in actie. En een uur later zou ik mijn aandacht vestigen op een ster, die zogenaamd ongunstig staat voor mij, of op een of andere toestand, die wijst op een ramp of iets dergelijks. Ziet u niet hoe dit mijn uitspraak, die de kracht van bevrijding zou vrijmaken, zou teniet doen? Ja, precies. Dan ga je eerst de hele tijd tegen jezelf zeggen, ik ben, ik ben, ik ben. Dan zet je het nieuws op en dan ben je gelijk weer helemaal van slag.
Want dan ga je ineens dat geloven wat ze op het nieuws gaan vertellen. Dan denk ik, ja, dan ben je ook eigenlijk, wat ben je mee bezig? Hier, dat is een mooie. Jezus zei, u kunt geen twee meesters dienen. Nou precies, wie dien je nou eigenlijk? Dien je nou die onzin daar op de televisie of weet ik veel waar je het hoort? Of dien je je eigen krachten? Weet je, als je de hele tijd tegen jezelf zegt, ik ben gezond. En dan een uur later, oh, ik heb hoofdpijn, ik voel me niet zo lekker. Tjongejongejongejonge. Dat u de aandacht niet kunt verdelen, want u moet stil zijn, kijken en luisteren. Ik zeg u, u kunt niet gestadig vorderingen maken indien u kracht geeft aan iets anders dan uw machtige ik ben tegenwoordigheid. Het is spijtig dat zoveel studenten niet lang en overtuigd genoeg vasthouden aan de machtige waarheid van uw wezen om alzo voldoende stuwkracht en sterkte te verwerven om het hoofd te bieden aan de aantrekkingskracht van suggestie en uiterlijke schijn. Het lijkt mij vreemd dat eens dat studenten hun aandacht gevestigd hebben op de allesomvattende kracht van de ik ben tegenwoordigheid, die het enige actieve grondbeginsel is van hun leven. God in actie, in hen en in hun omgeving. Zij niet zien of niet kunnen zien dat zij de kracht verdelen wanneer zij hun aandacht richten op uiterlijkheden. Alzo vertragen zij de prachtige activiteit en de verwezenlijking die de ik ben tegenwoordigheid anders zou voortbrengen. Hoewel aangezien wij op zo te zeggen het klappen van de zweep kennen, wachten wij met eindeloos veel geduld totdat de beminde student zijn scepter van heerschappij, deze machtige ik ben tegenwoordigheid, kan grijpen en vasthouden. Ik kan u verhalen vertellen over de meest verbijsterende zaken die gebeurd zijn ten gevolge van astrologische voorspellingen. Wekelijks worden er misdaden begaan als gevolg van de aanwijzingen die door astrologen werden gegeven. Heftig, hè? De gegeven suggesties brengen de wet in beweging om ze te volbrengen. Wanneer uw aandacht gevestigd is op iets, gaat de kracht in uzelf er onmiddellijk naartoe. Indien de astrologen niet ophouden te suggereren dat iemand zal sterven, dan zal die persoon ook sterven. Dit is misdadig, nou precies. Dit is echt misdadig en ze zijn er, oh, ze zijn er zoveel. Daarom gaan jullie ooit naar iemand die de toekomst voorspelt. Laat je nooit negatief beïnvloeden. Of kom naar mij. Ja, kom naar mij. Laat je nooit negatief beïnvloeden. Zij weten het niet. Ze zijn misdadigers, letterlijk. Ja, of hetzelfde als op televisie hoor. Media, alles die denken de toekomst te voorspellen. Die Nostradamus is ook zo eentje. Die doet ook alleen maar negatieve voorspellingen. Deze bepaalde persoon is een kind van God. En hij of zij heeft het recht om hier zo lang te leven als bepaald is. Precies, hij bepaalt het zelf. Ik zal doen wat mij toegestaan is om deze persoon te beschermen. Er zijn misdaden die zoveel erger zijn dan fysieke moord, dat men ze met niets kan vergelijken, omdat ze opzettelijk begaan worden door mensen die beter weten. Nou, echt, sommigen weten niet eens beter. Ze zijn gewoon echt dom, dom, vreselijke, nare mensen. Hier ook weer een... Niet een vooroordeel, een oordeel die ik vel. Dat vind ik ervan. Dus, het zijn misdadigers. Er is één welbepaalde onfeilbare werking van de wet. Namelijk dat diegenen die zulke zaken doen, moeten boeten door een gelijkaardige ervaring mee te maken. Zeg bij negatieve suggesties van anderen, ik ben de tegenwoordigheid die dit alles teniet doet. Oh ja, dat was ook zoiets. Dat had ik via Facebook. Dat was ook wel een mooie. Hoe je kan zien dat mensen dus... sowieso als je met scheldwoorden scheldt of met ziektes, dan ben je eigenlijk ook al met vloeken bezig. Hè? Dat is ook dat je iemand een vloek geeft. Het is hetzelfde als dat je tegen iemand zegt, je hebt nog maar zoveel weken te leven. Hoef je niet alleen maar voor naar een astroloog. Tegenwoordig zijn ze allemaal astrologen. Die schelden of vloeken of iemand iets negatiefs wensen. Weet je wel. Dus iets, als iemand jou iets met ziektes, of sowieso als je al, godverdomme mij zegt, dan ben je ook jezelf aan het vervloeken. Dan doe je jezelf ook een voorspelling opleggen, hè? Want je wil dat je verdoemd, wordt. En ja, als je zegt, krijgt de dit, of krijgt de zus, of krijgt de zo, nou, dan wens je eigenlijk iemand al dat hij iets krijgt.
Dus dat zijn ook negatieve beïnvloedingen. Dus ook misdadig. Dus luister daar dus nooit naar. Dus als iemand dus iets zegt, zeg bij negatieve suggesties van anderen. Maar ook als je gewoon met mensen praat hoor. Die dan, bijvoorbeeld als jij zegt van nou, het leven of het leven... je hoeft niet dood te gaan. Dat sommigen dan zeggen, nou je gaat wel dood. En jij zeker, jij gaat zeker wel dood. Dat heb ik ook wel eens gehad hoor. Dat mensen tegen zeggen, als ik het probeer uit te leggen. Zeggen, nou nee, de dood is onvermijdelijk. En ook jij gaat dood. Dus ze proberen je al iets negatiefs te suggereren. Dat jij daarin ingaat. En dat je bang wordt dat, dat het iets onvermijdelijks is. Maar het is niet zo. Hou altijd de waarheid voor ogen. Trap er niet in. Kijk, het is heel triest voor de mensen die dit dus niet weten, wat ik nu vertel. En wat zoveel voor ons vertellen. Ja, die weten dat dus niet, dus die trappen daarin. En ja, geloven ze het bergen, helaas, in dat geval. Maar ook in positieve zin. Ik ben de tegenwoordigheid die dit alles teniet doet. Precies. Dus... ontkracht het gelijk. Ontkracht het. En dat je er niet in gelooft. Dat ga je ook tegen jezelf zeggen. Ook als je jezelf angstig maakt. Van oh, dadelijk gebeurt dit. Dadelijk gebeurt zo. Dat zijn ook weer negatieve voorspellingen die je jezelf aandoet. Ja, dan ga je ook gaan zeggen. Nee, geloof ik niet in. Dat is die demon. Ja, die jou in dat 3D-bewustzijn wil houden. In die dood. En dan zeg je, ik geloof daar niet in. En daar moet je ook streng tegen praten. Oprotten. Zeg je dan, oprotten. Ik vernietig je. Bij deze ben je opgelost in stof. Even kijken. Ik ben de tegenwoordigheid die dit alles teniet doet. Zodat het mij, mijn gezin en mijn leefwereld niet kan beïnvloeden. Want dat is het. Ze willen je beïnvloeden. En beïnvloeding. Dus dat je dus erin gaat geloven. Bewust iets teniet doen dat tot uitdrukking gebracht is door uw tegenwoordigheid. Is het gemakkelijkste van de wereld. Zeg gewoon weg. Ik ben de enige tegenwoordigheid die hier handelt. Precies. Wanneer u wenst dat iets niet voortduurt, zeg dan door de tegenwoordigheid die ik ben, zal deze zaak nu en voor altijd stoppen. Zet u ervoor in, zoals u zich zou inzetten om een muur te beklimmen. Wanneer u iets echt voelt en van plan bent, dan maakt u de kracht vrij die dit verwezenlijkt. Tracht de grenzenloze kracht van uw bevel in te zien. Het gevoel omvat het zicht en het gehoor, want wij kunnen zowel horen als zien zonder de ogen of de oren te gebruiken. Wanneer iemand plots boos wordt, sluit hij zich aan bij andere trillingen met deze eigenschap, zodat opgestapelde boosheid binnenstroomt. Jaloersheid is het wijd geopende kanaal waarlangs elke andere destructieve activiteit binnenkomt. Wanneer iets bewust gedaan wordt, dan heeft het veel meer kracht. Wanneer de energie is vrijgekomen, werkt ze, omdat de persoon zelf in beweging heeft gebracht. Het maakt niet uit of die persoon koning of schoorsteenveger is. Wanneer de gevoelens geprikkeld zijn, dan aanvaarden ze dit ogenblikkelijk. Zolang u het voelen in de zonnevlecht beheerst, kunt u onbeïnvloed naar een destructief gesprek luisteren. Dat is het ook hoor, dat je hier de zonnevlecht, dat voel je altijd hè, hier is de midden. Dus ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar hier, onder je borst, daar zit de zonnevlecht in het midden. Dus waar de maag ook is, dat is eigenlijk de tweede computer hè, de second brain noemen ze dat ook wel eens. Als je dat dus goed beheerst, kun je dus ook naar negatieve dingen luisteren zonder beïnvloed te worden. En het is niet dat je daar graag naar wil luisteren, maar dan doet het je in ieder geval niks. Dan gaat het om, want ja, in deze wereld waar ze nog onwetend zijn, zul je het wel vaker tegenkomen. En als je dus gevoelig daarvoor bent, dan voel je het direct in je zonnevlecht. Ook mensen die bijvoorbeeld in een rouw zitten, zijn iemand verloren, nou dan hebben ze heel veel last van hun maag en zonnevlecht. En ook, want er zit in zo'n negatieve energie, maar ook mensen die bijvoorbeeld liefdesverdriet hebben, voel je ook direct in je maag. Ik denk dat heel velen die kijken dit zeker wel eens een keer gevoeld hebben. En dat is echt een vreselijk gevoel. Vrezen lijk. Hè? Je vreest voor een lijk. Dus echt, dat is een rot gevoel.
Van gokken is nog nooit iets goeds voortgekomen. Op een bepaald ogenblik had dit op een vrouw een hoogst wonderlijke kracht en invloed. Ze begon te speculeren en ze verloor niet enkel haar kracht, maar tevens ook haar geld. Is het niet beter trouw te blijven aan uw ik ben, tegenwoordigheid, dan u te verlaten op een gokkanaal? Alles wat uw aandacht trekt is een geraffineerde manier van het ego om u weg te trekken van uw bevrijding. Erg, hè? Dat is ook weer omdat je dan zo in het materiële, je vergeet dat je zelf al rijk bent. Je vergeet dat je kan materialiseren uit deze kosmos. Dat ben je totaal vergeten. Dus je gokt, letterlijk, het kan ja of kan nee zijn, op iets wat buiten jezelf is. Alles wat uw aandacht trekt, zeg voor financiële vrijheid, ik ben de rijkdom van God, die voor mijn gebruik door mijn handen stroomt. Niets kan dit doen stoppen. Zeg dikwijls, de tegenwoordigheid die ik ben, leidt elk bestaand en gemanifesteerd kanaal. Zij beheerst alles. Ik vertel u nu de ervaring van de studenten. Terwijl haar fysieke lichaam sliep, had de studenten een lichtexplosie gehoord en gezien. Indien ze bij het horen van de explosie bewust had gezegd, ik trek de aandacht van de lichtexplosie in mijn denkvermogen en lichaam, dan zou ze hierbij baat gehad hebben. Het licht was de bevrijding van bepaalde krachten die ze zou kunnen gebruiken. Het is voor de student belangrijk om bij zulke ervaringen waakzaam te zijn. Wees u bij elke gebeurtenis bewust van de goddelijke kracht die u doordringt. Verheug u dat de machtige kracht van de Ik Ben tegenwoordigheid handelt. Haar kracht en macht aan u schenkt. Beveel uw fysieke geheugen alles wat u wenst te weten te onthouden en in uw dagbewustzijn te brengen. Wanneer u de Ik Ben tegenwoordigheid gebruikt, dan hebt u de wet in werking gebracht en zij kan niet falen. God handelt niet, behalve door het individuele bewustzijn. Anders zou dit niet bestaan. God kan in de fysieke wereld enkel handelen door middel van zijn individualisaties. Zelfs heel de natuur wordt geleid door de individuele intelligentie. De grond, de planten en alles. Alle kracht en energie die nodig is voor een welbepaald doel, is alomtegenwoordig wanneer ze vrijgemaakt is door de Ik Ben tegenwoordigheid. Aldus kunt u door het gebruik van de Ik Ben tegenwoordigheid kracht vrijmaken, waarvan u tot nu toe nog geen besef hebt. Wanneer Fogg gedurende de oorlog zei, zij zullen hier niet voorbij gaan, maakte hij de kracht vrij, waardoor aan deze verordening werd voldaan. Hij had meer dan een uur gebeden en hij was hierdoor zo opgeladen met goddelijke energie dat, toen hij dit bevel had geuit, de goddelijke energie, die heersende tegenwoordigheid, werd in de sfeer rondom hem en God handelde. De woorden, zij zullen hier niet voorbij gaan, vormen een bevel. Het is dynamisch, krachtig, reëel en het maakt de reusachtige kracht vrij. Er is slechts één kracht. Geef ze volledige vrijheid. En dat is het ook, hè? De ongeloof is het. Dat als je ervoor bidt, of als je dit wenst of uitspraken doet, dan denk je, zal het wel lukken of zal het wel gebeuren? Hè? Iedereen kan zich daarin vinden en iedereen zal heus in de dingen die ik verteld heb of wat hier in de boeken staat, zich wellicht aangesproken voelen, omdat het, ja, ieder mens maakt dit mee of dit nou op, en iedereen op zijn eigen wijze, maar het komt allemaal op elkaar, op zichzelf neer. Ja, dus alleen, ja, we moeten niet hypocriet blijven. Soms kan je ook gewoon toegeven, het klopt, dit heb ik ook, of dit heb ik ook gevoeld, of dit heb ik ook meegemaakt, want we zijn allemaal op dezelfde manier geprogrammeerd. Dus iedereen maakt dit zo op die manier mee. Ja, wellicht een andere context, maar het komt op hetzelfde neer. Dus voel je ook niet zo snel aangesproken. Het zijn triggers. Triggers die je zelf losmaken omdat je soms boos bent op jezelf, op bepaalde dingen dat je het op die en die manier hebt gedaan. Ja? Of dat je soms boos bent of misschien nog gekwetst bent vanuit het verleden of iets wat er is gebeurd. Dat je denkt van, had ik dat maar anders gedaan? Mag je jezelf toegeven, ja? Dan hoef je niet tegen een ander of zo te zeggen. Maar je mag het heus tegen jezelf toegeven. Inderdaad, ik vergeef mezelf. Ik laat het los. En ik weet nu beter. Ik heb geleerd. En ik ga het anders doen.
Dat is toch heerlijk, dat is toch bevrijdend? Dan heb je ook die kwaadheid niet in je lijf. Wijk niet af van deze kracht en laat ze werken. Wijd u volledig aan deze kracht. Geen enkele andere kracht kan handelen. Dit zorgt voor gestadige vooruitgang, zoals een gletsjer die van de berg glijdt. U maakt gestadig vorderingen en u bereikt een stuwkracht waartegen niets opgewassen is. Het is de onfeilbare stuwkracht, macht en betekenis van de voltooiing van al wat goed is. Duurzame heerschappij bestaat niet, behalve op deze manier. Daar zijn ze allemaal mee bezig. Duurzaam. Nou, we moeten duurzaam zijn. Dus alleen op die manier, ja, kunnen we duurzaam zijn. Door onze kracht niet aan de verkeerde dingen te geven. Dus dan blijft de energie op goede energie. Ja, en dan heb je geen CO2 uitstoot. Wanneer u zuiverheid wenst, zegt dan dikwijls, ik ben hier de tegenwoordigheid die mijn kleding in mijn huis volmaakt vlekkeloos houdt. Dat hoor je, lees je ook allemaal. Dat lees je ook in die Bijbel, dat lees je ook in hier in die geschriften. Dat lees je eigenlijk in heel veel geschriften. Dat je lichaam niet vies hoeft te worden. Dat je niet eens per se in bad hoeft als je dus weet hoe je je lichaam schoon kan houden. Met de gedachte dat niet eens een pluisje of een stukje vuil je lichaam kan blijven kleven. Ja, zolang het werkeloos is, dan blijven we douchen. Wanneer u zegt... Even kijken hoor, vlekkeloos. Na een tijdje wordt de kracht zo sterk dat zij onmiddellijk al het ongewenste verteert of afstoot. Hoe meer u bewust werkt op iets, hoe geconcentreerder het wordt. Wanneer u zegt, de tegenwoordigheid die ik ben, laat dit op met, dan kunt u water zo krachtig opladen dat het kookt door de kracht van deze energie. Stel niet in vraag of uw bevel gewerkt heeft of niet. Wanneer u beveelt, zeg dan, ik weet dat het met volledige kracht werkt. Weet wat de ik ben betekent. Weet wat de ik ben is voor u. Weet wat de ik ben kan doen voor u. Begrijp dit. En houd het vast met onverzettelijke vastberadenheid. Deze studenten bezitten de sterkte en de kracht om dit te doen. Indien zij vasthouden aan de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, kan en zal hen grote hulp geboden worden. Zegening. Machtige, alles doordringende intelligentie. Wij aanroepen uw machtige wijsheid. Die elke handeling van ons leidt. Wij aanroepen uw machtige licht. Dat iedereen verlicht met de volheid van haar verblindende tegenwoordigheid. Wij aanroepen uw machtige liefde om allen te omhullen met haar mantel van vrede. Wij aanroepen uw machtige kracht, opdat liefde, wijsheid en kracht mogen handelen in volmaakte eenheid. En opdat uw machtige kracht, alles waarop onze aandacht gevestigd werd, zou vervolmaken. Nou, prachtig. Het is heel vreemd, maar als het goed is, zijn er dus wel 33 redenvoeringen. Alleen in dit boek heb ik er maar 15 staan. Heel blij ben ik dat ik in de reacties gelezen heb dat dit boek dus nog verkrijgbaar is, gelukkig, of opnieuw gedrukt is. En een site ook erbij staat. Volgens mij de I Am Meditation Coach. Dus ik heb het boek opnieuw besteld. Want hier staan er dus maar 15 redenvoeringen in. Nou had ik ook een vraag van een dame die aan mij vroeg. Van hoe kan het dat Saint Germain veel met 33 heeft. En dat ik ook bij de Illuminati veel met 33 zie. Of bij de vrijmetselarij van 33 zie.
En ik eerst nog zei van, nou, hoe kan je nou 33 zeggen? Want ik zie hier maar 15 redevoeringen. Maar er blijken er dus wel 33 of 32 te zijn. Dus moet ik even afwachten. Ik krijg deze week dus het boek binnen. Waardoor ik dus weer verder kan lezen. Want anders waren we nu al ten einde. En ik vond het al raar. Want ik volgens mij in het begin zei ik ook iets over 33 hoofdstukken. Nou ja, in ieder geval, het is, zit er niet in. Hier kunnen jullie kijken. Zo. Het is al oud. Het is, ik heb het ooit gekregen. Kijk, dit is het einde. Even kijken. Redevoering 15. Meer zit er niet in. Nou, ik zou toch echt zweren dat er wel meer in zat. Maar nou, in ieder geval, het is spoorloos. Lucht opgegaan, rook opgegaan. En nou, ik heb het boek gelukkig besteld. Ik hoop het deze, of ik wens het me deze week binnen te krijgen. En dan kan ik weer verder voor jullie. Maar even over 33. Nou, ik heb jullie in het begin natuurlijk al verteld dat Saint-Germain de oprichter was van de vrijmetselaar. Van de vrijmetselarij. In de loop der jaren is dat geïnfiltreerd. Want alles wat goed is, dat moeten ze natuurlijk downgraden. Hè, om daar natuurlijk hun duistere plannen in voor te borduren. En ze willen natuurlijk ook al die krachten zelf ontwikkelen en voor zichzelf houden. En dan de mensheid het verkeerde pad op leiden. Dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Hij had het opgericht eigenlijk gewoon om als studieplek voor de mensen om te leren. Ja? Nou, dat is natuurlijk toen hij zelf ook verdween. Omdat hij dacht van, nou moeten de mensen het maar zelf uitzoeken. Toen hebben ze het gelijk overgenomen. En hebben ze hun duistere plannen hierin verwerkt. Maar het is nog steeds een soort van praatclub. Over theologie en allemaal dat soort dingen. En theologie is ook iets wat veel later is gekomen. En dat is ook meer met New Age. En brengt je ook weer verkeerde kant op. Omdat, wat ik al zeg, als je het een naam geeft, dan staat er zo'n stempel op en dat is dan wat je in les moet gaan geven. En dan wordt alles wat er juist ook allemaal bij hoort, want alles is een eenheid, alles hoort erbij. Dan sluit je dus weer heel veel dingen uit. En dat is ook waarom ze bij religies ook zeggen, je moet uit dit boek lezen, je mag alleen maar uit dat boek lezen en alleen maar uit zus boek lezen. En als je, stel je bent een christen en je leest niet uit de Bijbel, maar je leest uit de Koran. En dan ben je een verlogenaar en andersom is dat ook zo. Dus hè, ben je islamitisch en lees je uit de Bijbel, nou dan ben je ook eigenlijk al bijna een ketter. Of dan verlogen je je eigen geloof. Nou, en zo beperk je natuurlijk jezelf in heel veel dingen. Maar goed, dus 33, wat ik ook al zag, Disney heeft ook een Club 33. En dat is ook zo'n special club. En dat kost geloof ik ook €10.000 om minimaal toe te treden. Dus heel veel 33. Je hebt natuurlijk ook de vrijmetselaarsgraden, hè, 33. Dat is de hoogste graad die er is, die je kan bereiken in de vrijmetselarij. Je moet echt het kaf van het koren scheiden. Want Saint-Germain heeft niets met die duisternis te maken. Die deed ook eigenlijk helemaal niets, van wat hij hier ook vertelt, met numerologie. Hij zegt het hier zelf, astrologie. Blijft daar ver van, op negatieve manier. Ook niet met symbolen en tekens en allemaal dat soort dingen. Dat is allemaal later gekomen om geheime taal te praten, waar ze in communiceren, zodat de normale bevolking het allemaal niet meer weet en op het verkeerde spoor te brengen. Dus het is heel veel verwarring ingekomen. Ook de Hellevuurs Club heeft zich enorm ingemengd. Vreselijke club. Veel met nare dingen, moord, doodslag, verkrachtingen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dat is daar ook ingeslopen. En die heeft zich nog meer geïnfiltreerd. Nou, eigenlijk alles, de Knight Templiers. Ja, van alles nog wat is daar geïnfiltreerd. In de loop der eeuwen. Dus, het heeft niets daarmee te maken. Als je herkent een leraar aan zijn vruchten. Dat is eigenlijk het enige wat je moet onthouden. Ja, een goede leraar brengt goede vruchten voort. Ja? Zoals een goede boom goede vruchten voortbrengt. Dus een goede leraar brengt goede leerlingen, goede studenten voort. En aan de studenten kun je herkennen van, hé,
Heeft de leraar de student goed opgeleid? Hè? Heeft hij hen goed gewezen op wat ze moeten leren en hoe ze zich moeten gedragen of hoe ze moeten zijn? Daar gaat het eigenlijk om. En wat vertelt de mens? Ja? Dus sowieso daar altijd naar kijken. Als het negatief is, als je verkeerde pad opgeleid wordt, of als er geheimzinnig gedaan wordt, als er niet openlijk gesproken mag worden, dan kun je er gewoon van uitgaan dat het niet klopt en dat daar iets anders achter zit en dat ze macht willen. Dus, nou, lieve mensen, ik wens jullie heel veel liefde en geluk weer toe. En ik hou van jullie. En als er vragen zijn, stel ze gerust, hè. Als je ergens denkt van, nou, ik snap het niet helemaal of wat bedoel je daarmee, stel ze ook gerust. Ik probeer op alles altijd te antwoorden als er vragen zijn. Ik kan niet alles weten nog. Ben er ook mee bezig. Dus, nou, ik hou van jullie. Tot volgende week. Doei!